Goedenavond, beste raadsleden van de gemeente Hardenberg. Met zo'n publieke tribune van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 5 juni 2018. Welkom ook aan de vertegenwoordigers van de media en de mensen die ons thuis beluisteren. Ik open de vergadering met een mededeling van afwezigheid van de heer Gelling, de heer Rodemond, de heer Bak en de heer Geesink. En wij verwachten de heer Van der Wel nog dat hij arriveert. De vergadering is geopend. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Ja. De heer Stelpstra. De heer Schuurman hoor ik vanuit de linkerhoek. Anderen nog niet het geval. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stel deze vragen namens mijn collega de heer Rodemond vanuit collegiaal bestuur. Pak ik dit even op. Hij kon vanavond niet aanwezig zijn. Er zijn bij hem wat geluiden binnengekomen dat de AVG ongewenste effecten oplevert ten aanzien van werkdruk in het onderwijs en in de zorg. En wij zijn even benieuwd, of de heer Rodemond is met name benieuwd of het college die signalen herkent. Of het daar een rol in ligt voor de gemeente. En ook de vraag aan andere fracties of ze die vraag herkennen. En of ze, als ze daar die situatie herkennen, of ze dat via hun politieke lijnen willen doorgeven naar hogere besturen. Akkoord, dank u wel. Ik weet niet of er, kijk eerst even rond in de richting van de raad, of er nog iemand wil reageren op de oproep van de heer Stelpstra. Voorzitter. Ja, de heer Brink. Nou ja, de signalen bereiken mij nog niet als zodanig, maar het spreekt voor zich dat op het moment dat wij die signalen wel zo zouden ontvangen, dat wij daar uiteraard ons politiek netwerk voor zullen inzetten. Akkoord, dank u wel. Kijk ook nog even in de richting van het college. Vanuit de wethouder dienstverlening, informatiebeleid, de heer Bruinsma. Ja, dank u wel, voorzitter. Om inderdaad op de vraag van de heer Stelpstra antwoord te geven. Iedereen weet natuurlijk nu ondertussen wat het AVG is. Iedereen wordt overspoeld door privacyverklaringen in de mail. Zo ook moet iedereen daar ook aan voldoen natuurlijk. Wij kunnen natuurlijk allemaal onderschrijven dat iedereen die hier aanwezig is, maar ook bedrijven, de sportverenigingen, voetbalclub, de biljartclub, multinationals, zelfs uw eigen gemeente, moet hier aan voldoen aan de AVG. Dat brengt inderdaad best veel werk met zich mee. En zoals iedereen is verantwoordelijk voor de wet en regelgeving om daaraan te voldoen. En ook aan de privacyverklaring, aan de wet, privacywetgeving. Helaas zien wij voor ons als gemeente hier geen taak in. Wel kunnen wij zeggen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, die hebben een brancheorganisatie. En die brancheorganisatie kunnen hun wel helpen om die taak goed uit te voeren. Er zijn modellen en informatie beschikbaar om daar natuurlijk om hun te helpen. Ik geloof dat ik zo een beetje door mijn vraag. Voorzitter. Akkoord. De heer, kijk, de heer Bakhuis. Ja. Nou, werkdruk komt er natuurlijk bij voor, maar kan de vraag wat specifieker of heeft de heer Stelpstra verder geen informatie? De heer Stelpstra. Ja, de vraag kan wel specifieker, maar ik vind het antwoord van de wethouder voldoende. Ik stel deze vraag ook even voor de goede orde namens de heer Rodemond. Dus in die zin denk ik dat hij dit prima kan terugluisteren en kan bepalen of hij hier wat verder mee wil doen of niet. Akkoord, fijn. Dank u wel voor de beantwoording. Ik ga naar de heer Schuurman, 50PLUS. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 50PLUS heeft kennis genomen van een artikel in de pers waarin staat dat de gemeente nalatig is geweest in de kwestie van de Aldi. Kan het college hier iets nader over vertellen? De kwestie Aldi in Delfaat bedoelt u? Wat is uw vraag specifiek? Nou, je staat in het artikel vandaag in de pers staat dat het nogal wat gevolgen kan hebben voor de gemeente. Ik kijk even naar de wethouder verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkelingscentrumplannen, de heer Breukelman.
Ja, voorzitter. Dank voor de vragen van de fractie van 50PLUS over de Aldi. Ook ons hebben die berichten vanmorgen bereikt, het persbericht van AKD-advocaten. Daarover het volgt misschien goed om even zeg maar, kort te schetsen waar het vandaan komt. De raad heeft zo medio vorig jaar zeg maar, de detailhandel structuurvisie vastgesteld. Daaruit zeg maar, komt geen ruimtelijke mogelijkheid voor ontwikkelingen, die ontwikkeling op het Mercator-terrein. Uw raad heeft op 9 januari op verzoek zeg maar, dat nogmaals bekrachtigd, dat daar geen sprake is van die ontwikkeling. En naar aanleiding van uw raadsbesluit heeft AKD-advocaten op 20 februari daarover bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente. Het is een bezwaar op uw raadsbesluit. Dat bezwaar hebben wij zoals toen gebruikelijk voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. En op 15 mei jongstleden heeft de commissie bezwaarschriften een advies uitgebracht over dit bezwaar. En wij verwachten in het college van BNW op 19 juni daar een voorstel voor te bereiden om dat weer aan uw raad voor te leggen. Omdat het bezwaar immers ook bij uw raad is gemaakt. Gestreed wordt nog om voor de zomervakantie van 2018 uw besluit laten nemen op het bezwaarschrift. Aan de ene hand is het wel afhankelijk van de planning van raadsvergaderingen. En mocht het niet lukken om dat voor de zomervakantie nog gereed te krijgen, dan proberen we dat zo snel mogelijk na de zomervakantie te doen. Er wordt nog gewezen op de mogelijke risico's die de gemeente daarbij loopt. Nou, dat hebben we eens even laten uitzoeken. En uit jurisprudentie is ons gebleken dat wanneer je als gemeente aan kunt tonen dat er wel degelijk begonnen is aan de behandeling zeg maar, van het bezwaar, en dat is volgens mij zeer zeker wel gebeurd, dat daar dan in de juridische zin geen grote risico's voorkomen, dat we als gemeente bezig zijn met de uitvoering van zeg maar, de oproep die ons gedaan wordt. In die zin is zeg maar, de termijn van 6 weken een soort van ja, ordevoorstel, waarbij ik nu aangeef dat we proberen om toch zo snel mogelijk tot besluitvorming over te gaan. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Meneer Schuurman, voldoende voor dit moment. Akkoord, prima, bedankt. Geen andere vragen meer, niet aan de orde. Dan kunnen wij dit onderdeel afhameren. Dan gaan we naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. De heer Kuipers wil de agenda amenderen, de heer Brink ook. De heer Kuipers. Ik zou graag nog een motie vreemd aan de orde van de dag willen indienen. Ja, en over die gaat statiegeld, Arjant. Ik wou zeggen, een motie over statiegeld. Ja. Nee, dan mag die op de agenda. Anders ook hoor. Wij doen dat aan het einde van de bespreekstukken. Dat wordt agenda punt 9. Motie ChristenUnie statiegeld. En dan nummeren wij de hamerstukken door. 10, 11 rondvraag, 12 sluiting. Akkoord? Akkoord? De heer Brink, over de agenda. Ja, voorzitter, zoals u wellicht weet is er nog geen definitieve accountantsverklaring rondom de jaarstukken 2017 aangaande agenda punt 6. Wat ons betreft zou het zuiverder zijn om de bespreking en de vaststelling te doen op het moment dat die accountantsverklaring er wel is. Dus ik zou u eigenlijk willen voorstellen om agenda punt 6 van deze raadsagenda te schrappen. Ik wil graag even weten hoe u en andere fracties er tegenaan kijken. Ja, akkoord. Er zijn inderdaad dus nog geen accountantsverklaring. Ik kijk even rond of uw voorstel steun heeft. De heer Stelpstra. Lijkt mij een bijzonder goed idee, voorzitter. Akkoord. Anderen ook akkoord. Ik zie een stemmend geknik. Dat betekent dat wij de agenda gaan wijzigen. Dat bespreekstuk 6 vervalt, de jaarstukken 2017 met de resultaatbestemming. Komt terug op een later moment. En dan gaan we toch even weer hernummeren. Want dat is voor de orde altijd heel goed. Agenda punt 6 wordt aanbieding conceptjaarstukken BOH. 7 de eerste bestuursrapportage. 8 de motie. 9 de verordening. 10 rondvraag. En 11 opnieuw de sluiting. Akkoord. U kunt het nog volgen. Ja, dat is mooi. Geen andere punten voor de vaststelling van de agenda. Dan is die daarmee vastgesteld. En dat brengt ons bij agenda punt 4, spreekrecht over de agendapunten. En ik heb begrepen dat er ingesproken wordt door studenten van het Vechtalcollege. Die hier volgens mij kijken in de vechten. Klopt dat? Andere naam. Maar als u naar voren komt,
dan mag jij spreken vanaf het spreekgestoelte en toch even de naam zeggen. Dan weten we met wie we te maken hebben. Maximaal 5 minuten. Gaat hij aan? Ja. Allereerst hallo. Mijn naam is Christian Bruning. Ik kom vandaag inspreken over het eventueel oprichten van de jeugdraad. Wie zijn wij? Wij zijn dus scholieren van het Vechtocollege. Wij hebben voor ons maatschappijleeropdracht eigenlijk gekeken naar... zou het mogelijk zijn om een jeugdraad op te richten? Wat zou het effect daarvan zijn? En wat voor belang zou de gemeente daarbij hebben? En wat voor belang zouden wij als jongeren daarbij hebben? Nou, dit hebben wij dus uitgewerkt en het was puur theoretisch. En toen kwam mevrouw van de Hoek kwam naar ons toe en zei van... ik ben hier ook al lang mee bezig geweest. Misschien dat we ook samen kunnen werken om het ook echt te realiseren. Dus zijn wij... recentelijk bijeengekomen om eens te kijken naar wat de mogelijkheden zijn, hoe willen we dat het eruit ziet en wat willen we nou echt gaan doen. We hadden dus gehoord dat hier recent in de gemeenteraad ook al over gesproken is en daarom hebben wij maar zo snel mogelijk geprobeerd om in te spreken. En daarom ben ik hier nu. Wat willen wij? Wij willen dus een jeugdraad omdat wij het gevoel hebben dat jongeren van vooral boven de 15, 16 jaar... dan begin je toch wel echt een mening te vormen over je eigen omgeving en over hoe politiek in elkaar zit. Je hebt een veel bewuster beeld van wat er om je heen gebeurt en wat er misschien anders kan. Maar natuurlijk zijn we pas stemgerechtigd op ons 18e. En toch vinden wij dat wij dus een manier zouden moeten hebben om invloed uit te kunnen oefenen. En leek het ons dus heel toepasselijk om een jeugdraad op te richten. Een jeugdraad zou heel goed zijn om de betrokkenheid van jongeren met Hardenberg te vergroten. Je ziet nu vaak dat wanneer wij rond de leeftijd komen van... 16 tot 18, afhankelijk van welk niveau je doet, dat je dan naar een vervolgopleiding gaat. Dan kom je toch al snel in andere delen van het land terecht. En je zult zien dat deze jongeren langer niet altijd terugkeren naar Hardenberg. Wat natuurlijk heel jammer is. Je krijgt hiermee niet alleen een beetje leegloop, naast dat de vergrijzing natuurlijk al speelt. Je ontloopt zo ook je mist eigenlijk een hoop kennis die eigenlijk op middelbare scholen en basisscholen hier in de regio al ontstaat. En die laat je dan vervolgens gewoon weglopen, terwijl je toch ziet... dat hier steeds meer bedrijven zich vestigen die van zichzelf al vrij groot zijn, maar ook door willen groeien. En dat kan niet als je kennis hebt in je eigen omgeving. Het is ook belangrijk voor jongeren om te leren over politiek. En natuurlijk, we hebben allemaal een jaartje maatschappijleer op de middelbare school, maar je leert pas echt door het te doen. Wat kunnen wij voor de gemeente betekenen? Wij kunnen de gemeente andere inzichten geven. Wij kijken gewoon anders tegen onze omgeving aan dan volwassenen of ouderen. Denk bijvoorbeeld aan, wij naar verhouding fietsen verreweg het meest van alle leeftijdsgroepen. Dus bijvoorbeeld als ik zeg van, ik fiets van Slagharen naar Hardenberg en dat is super slecht licht. Als iemand in zijn auto zit, die heeft dat niet door. We zijn bijvoorbeeld ook veel actiever als het aankomt op recreatie. Denk aan recreatiestrandjes, barretjes, andere uitgaansgelegenheden. Het stadsbeeld hebben we vaak een hele andere kijk op. En zo zijn er een heleboel dingen waarop wij zowel direct als indirect heel veel invloed uit zouden kunnen oefenen. Hoe zien we dat dan voor ons? We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen van wij als jeugdraad komen bij elk onderwerp bijeen. Of dat andersom, dat bijvoorbeeld de raad een beroep op ons zou kunnen doen van wij willen weten wat jongeren ervan vinden. Wat vinden jullie ervan? Zo kunnen we dus eigenlijk twee kanten op van elkaar profiteren. En dus hopen wij dat de gemeente, en ze zou willen kijken naar, kunnen wij een jeugdraad oprichten? En hoe gaan we dat doen? Want natuurlijk, wij willen het heel graag doen. Maar dat kan ook niet zomaar. Het zal een hoop tijd kosten. En op een avond dat wij bijvoorbeeld in de jeugdraad zitten, dat we ons moeten voorbereiden en weet ik wat, zouden we ook kunnen leren. Zouden we ook kunnen werken, zouden we ook kunnen sporten. Dus wij willen heel graag. Maar het moet ook voor ons mogelijk gemaakt worden dat we niet het idee hebben... dat we wel heel mooi aan het praten zijn, maar het alsnog geen invloed uitoefenen. En dat is waarom wij hier nu dus zijn, om echt te zeggen van... kijk dus goed naar, wij willen wel, maar nu is de vraag nog... wilt u ons helpen om zij die nog niet mogen stemmen ook een stem te geven? Dank u wel. Mooi, dank u wel voor uw prachtige betoog. Mede namens de andere studenten volgens mij van het Vechtdal College. Ja. Geweldig. Ik kijk even rond of er vragen zijn in uw richting. Mevrouw Van der Veen en de heer Jonkans. Mevrouw Van der Veen, kom bij de heer Roelof. Mevrouw Van der Veen. Allereerst, wat gaaf dat je hier staat. Super, chapeau daarvoor, want dat is de eerste stap. En het leuke is inderdaad dat dit 2 weken geleden ook weer binnen de raad besproken is. In het verleden ook alles, zoals je ook refereerde. En dat we er ook heel graag mee aan de slag willen vanuit meerdere partijen. Dus de eerste vraag die ik
Of eigenlijk heb ik twee vragen. De eerste vraag die ik graag aan jou zou willen stellen is... kun je na de tijd even naar mij toe lopen om contactgegevens uit te wisselen? Zodat we elkaar niet uit het oog verliezen. En de tweede vraag is, wat zou nou volgens jullie de eerste stap dan zijn... die wij als raad zouden kunnen ondernemen om hier ook echt een actie van te maken? Oké, direct maar even antwoorden. Vraag 1 natuurlijk, graag. En vraag 2, ik denk dat de eerste stap zou zijn om gewoon te zorgen dat wij een vaste groep hebben. Want nu zijn we natuurlijk alleen nog klasgenoten, maar we willen ook andere mensen van andere scholen, een beetje wat jongeren en wat ouderen, gewoon jongeren betrekken bij ons. Zodat we ook een wat bredere doelgroep zijn om echt jongeren in de hele gemeente, gewoon die te kunnen, om die te kunnen vertegenwoordigen, dat woord zocht ik. Akkoord, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel. Een hartstikke goed initiatief. En eigenlijk heb je het antwoord op mijn vraag al gegeven. Want mijn vraag was van, goh, in hoeverre zijn ook andere scholen hierbij betrokken? En daar ging je al op in. En dat, maar goed, zodat het niet een exclusief Vechtdal-plan is, maar dat het ook breed getrokken wordt. Mooi. Dank, de heer Boshoven. Ja, dank voor je verhaal. Ik had inderdaad dezelfde vraag over de andere scholen. Ik vind het fijn dat je dat bij deze al hebt beantwoord. En het lijkt me heel goed als je de verbinding aangaat met de andere partijen die hier 2 weken geleden inderdaad ook al wat over hebben gezegd. Er is een stukje gekomen op Facebook vanuit de ChristenUnie. En ik denk dat het heel goed is om die samenwerking op te zoeken en om samen tot een concrete jeugd uit te komen. Heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bruning, top dat jullie zijn natuurlijk, uiteraard. Ik ben wel even benieuwd naar iets meer informatie over jullie groep. Je vertegenwoordigt een groep. Hoe groot is die groep? Welke leeftijden heb ik het dan over? En in het verlengde daarvan, hoe zie je dan die samenstelling van de raad voor je qua leeftijd en qua omvang? Is dat een afspiegeling van de raad zoals die hier zit, inclusief politieke partij? Of is dat onafhankelijk van partij? Om even bij begin te beginnen, we zijn nu met z'n zessen. We zijn voornamelijk dus omdat we met die opdracht bezig zijn geweest en een beetje klasgenoten bij betrokken, zijn we eens gaan kijken van, goh, is het mogelijk? En dan is inderdaad nu de bedoeling om andere leeftijdsgenoten bij te trekken. De planning is een beetje om eerst te kijken van 15 tot 18, want daarna kom je vaak een beetje buiten Hardenberg terecht door de studie en zo. Maar stel, je blijft in Hardenberg, omdat je gaat naar het Alfa College of je gaat in Zwolle en je woont wel thuis of dat soort dingen, dat je dan bijvoorbeeld voor een tweede termijn tot je 21 zoiets kunt blijven zitten. En wat was de rest van de vraag? Ik ben het alweer vergeten. Voldoende, heer Roelofs. Nee, hij was het tweede deel van mijn vraag even kwijt. Ik wou het even herhalen. Ja. Het was puur hoe je het als invulling van de raad ziet. Ja, dus zou die groep dezelfde omvang hebben als de huidige raad? Zie je een koppeling naar politieke partijen? Die twee vragen hadden. Nee, wij willen in principe onafhankelijk blijven, omdat wij vertegenwoordigen jongeren en dus geen politieke partij. Ik denk dat later, kijk, wanneer wij kunnen stemmen, stemmen wij voor de partij die ons het meest aanstaat. Maar het gaat er nu echt om, stel we hebben 3 jongeren uit Slagharen en we hebben de 3 uit Gramsberg. En dat je echt een beetje je eigen regio en je eigen leeftijdsgroep vertegenwoordigt en dus geen partij. Akkoord, voldoende, ja. Mooi. Volgens mij zijn er wat mooie verbindingen gelegd. Ik denk dat het ook mooi is. De raad wilde zelf ook iets mee doen en aandoen. Dus volgens mij is het contact gelegd. En nogmaals ontzettend bedankt voor je enthousiaste betoog hier in deze gemeenteraad. En dit krijgt ongetwijfeld een vervolg, zullen we maar zeggen. Akkoord? Ja, okay. Dank u wel. Bedankt. Daarmee kijk even naar de agenda terug. Zijn we bij het spreekrecht voor de agendapunten. Verder hebben zich geen personen gemeld, ook nu niet. Dan kunnen wij doorgaan naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering 17 en 22 mei. Jongstleden, er zijn geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet. Daarmee zijn de besluitenlijsten definitief. Brengt ons bij bespreekstukken. Bespreekstuk nummer 6, nieuw genummerd. Aanbieding conceptjaarstukken 2017 BOH en de conceptbegroting 2019 van de bestuursdienst. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Bakhuis, anderen niet. Nee, de heer Bakhuis. Ik had natuurlijk gerekend, voorzitter, op meer woordvoerders, want het lopen hier naartoe duurt langer dan het woordvoeren.
Ten overvloede, de technische vragen zijn goed en mooi beantwoord. En de portefeuillehouder heeft in de OR al gezegd dat de Raad actueel zal informeren over het verloop van de ontvlechting van de BOH. In ieder geval voor het zomerreces. Diverse zaken in de OR zijn benoemd, onder andere de belangen van het huidige personeel. En daar ligt ook de zorg van met name het CDA, maar ik kan me voorstellen dat dat de zorg ook deelt bij de andere fracties. En we zien dus met belangstelling de informatie tegemoet die de portefeuillehouder ons zal doen toekomen. Dank u wel. Akkoord, dank voor de bijdrage van de zijde van het CDA. Anderen niet hebben geconstateerd. Daarmee zou ik het voorstel in stemming willen brengen. Het gaat om de ja-stukken die formeel worden toegestuurd, zoals gezegd. U heeft het recht een zienswijze kenbaar te maken. Nou, daar maakt u geen gebruik van. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening op deze manier? Akkoord. Akkoord. Daarmee is dat al dus besloten. Gaan wij naar agenda punt 7. De eerste bestuursrapportage 2018 voor de gemeente Hardenberg. Wie wenst daarover het woord te voeren? Partij van de Arbeid. Anderen niet. De heer Bakhuis ook. Ja. Mevrouw Kloekhorst. Als u zover bent. Deze? Allereerst wil ik namens de fractie van de PvdA mijn waardering uitspreken voor de nieuwe opzet van de eerste bestuursrapportage. We hebben het als overzichtelijk, duidelijk en goed leesbaar ervaren. Tevens zijn we zeer verheugd dat er geen wachtlijsten meer zijn voor Veilig Thuis. Een mooi resultaat naar de zorgelijke situatie van vorig jaar. In dit huis hebben we afspraken gemaakt over de bekostiging van zorg voor onze inwoners. Unaniem hebben we gezegd dat niemand buiten de boot hoeft te vallen en zorg altijd geleverd moet worden. Voordelen, maar ook tekorten, worden niet uit aparte potjes geput, maar komen ten goede of ten laste van de algemene reserve. Om deze reden heeft onze fractie vraagtekens bij de omschrijving van het Fonds Jeugd uit de programmalijn meedoen. De tekst lijkt te suggereren dat er geld gereserveerd wordt voor individuele zorgtrajecten voor jeugdigen in een gesloten instelling. Tijdens de oriënterende ronde heeft de portefeuillehouder uitgelegd dat het hier om gelden voor preventiedoeleinden gaat. Hierin kunnen wij ons prima vinden. Echter, de tekst laat ons inziens te veel ruimte over voor een andere interpretatie. Daarom overwegen wij samen met verschillende andere fracties om de betreffende tekst over individuele zorgtrajecten te amenderen. We horen echter graag eerst een reactie van de portefeuillehouder. Dank u. Akkoord, dank. Een vraag over de tekst in de bestuursrapportage rondom het thema jeugd. Ik kijk even naar de wethouder. Jeugd. De heer Terrietstap. Of nee, sorry, ik ben even fout. Ja, ik werd een beetje in de war gebracht door de benaming voorop. Maar we gaan eerst naar de heer Bakhuis. Voorzitter, in de OR heeft onze fractie enkele vragen gesteld. En die gingen onder andere over het ondernemend standpunt in de Kastanjehof. De wethouder heeft ons bevestigend kunnen antwoorden met betrekking tot het exploitatieresultaat en daarmee ons op dit moment gerust kunnen stellen. Het is immers een prachtige voorziening voor jonge ondernemers, een voorziening die het verdient in stand gehouden te worden. Ten aanzien van de vervangende huisvesting met betrekking tot de nieuwbouw van de PBS heeft de wethouder gezegd dat gezorgd wordt voor een passende oplossing. Ten slotte, als het gaat om de overschrijding van het maatwerkvervoer in de gemeente Oostwijen heeft de wethouder een toezegging gedaan om de raad te informeren over deze situatie. Kortom, ten aanzien van de eerste B-RAP kan nog veel meer worden gevraagd en opgemerkt. Maar de eerste B-RAP laat echter ook zien wat er allemaal bereikt is binnen een sluitende begroting. En daar mag het college en ook wij als raad best trots op zijn. Er blijven natuurlijk de nodige aandachtspunten, zoals de jeugdzorg, waar maar moeilijk greep op te krijgen is. Het belangrijkste volgens onze fractie is echter dat we best tevreden kunnen zijn met dit mooie resultaat. We wensen het college alle succes en wijsheid bij de uitvoering van het lopende beleid en het coalitieakkoord. Dank u wel. Akkoord, dank voor uw bijdrage van de zijde van het CDA. Volgens mij dat waren de bijdragen in eerste aanleg. Dan kijk ik voor de vraag die er nog ligt over de jeugd vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid in de richting van de heer Terrietstam. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Ik denk dat het goed is dat u het even hebt aangegeven. Want ik denk dat de interpretatie die u erbij heeft, hè, en dat hij biedt ruimte voor interpretatie zoals u aangeeft,
Maar zoals de invulling zoals u geeft wat wij bedoelen met het jeugdfonds gericht is op preventie. Dat is ook absoluut wat we nastreven. Dus ik zou eigenlijk ook vanuit het college willen zeggen, alle teksten die afdoen aan de duidelijkheid. Hè, en eigenlijk een stukje onduidelijkheid scheppen. Want wat u stelt is terecht. Hè. De individuele trajecten worden niet uit incidentele middelen betaald. Dan wil ik daar heel graag op voorhand al wel aangeven dat we de tekst die dat zou doen vermoeden, graag zouden eruit zullen halen. Dus in die zin, als ik u daarmee zou kunnen helpen, dan is dat wat mij betreft akkoord. Akkoord, dank u wel. Meneer Rietsap, we kijken gelijk maar even in de richting van mevrouw Kloekos. Of dat voldoende is, deze toezegging. Voor mij wel. Ik kijk ook even naar mede-indieners. Ja, akkoord met deze toezegging. Akkoord. De wethouder zegt toe dat de tekst wordt aangepast. Ik stel voor dat we kunnen wel een besluit nemen over het bestuursrapportage. Maar met de toezegging van de wethouder dat die tekst alsnog wordt aangepast, kan het ook heel goed op die manier geregeld worden. Akkoord. Is er behoefte aan een tweede termijn voor deze bestuursrapportage? Dat is niet het geval. Dan wil ik het voorstel in stemming brengen. Kunt u instemmen met agenda punt 7, de eerste bestuursrapportage zoals die voor ligt op dit moment. Dat is akkoord. Alle aanwezigen hier stemmen in met deze eerste bestuursrapportage. Al dus besloten. Brengt ons bij agenda punt 8. De motie vreemd orde aan de dag, ingediend door ChristenUnie, gesteund door anderen, over de statiegeld. Het woord is aan de heer Kuipers. Voorzitter, in november 2017 is de Statiegeldalliantie opgericht. En zij hebben het doel om de overheid aan te sporen om de huidige statiegeldregeling uit te breiden naar petflessen en blikjes. Helaas is zwerfafval nog steeds een probleem, ook in onze gemeente. En wij beseffen ons dat dit meer is dan alleen petflessen en blikjes. Daarom zijn wij dankbaar dat veel van onze inwoners hun afval netjes in de bakken gooien. Maar bij deze willen we nogmaals een oproep doen aan ieder om dit consequent te doen. Hiermee houden wij verantwoord rekening met onze mooie leefomgeving, de natuur, de inwoners, mens en dier. Als rentmeesters van onze prachtige gemeente, en zoals ik het zelf al eens vaker heb genoemd, de parel aan de vecht, moeten we zorg dragen voor onze omgeving. Dit is niet alleen goed voor onze eigen inwoners, maar ook voor de vele toeristen die jaarlijks komen genieten van alles wat Harderberg te bieden heeft. Voor u ligt een motie waarin we vragen om namens de gemeente Harderberg onze landelijke regering op te roepen statiegeld op petflessen en blikjes in te voeren. Het inzamelen hiervan zal extra kosten met zich meebrengen. Maar op dit moment maken we kosten voor het schoonhouden van de gemeente. Daarnaast zorgt afval wat nog achterblijft voor een ongezonde leefomgeving en ontstaan er problemen zoals de plastic soep en beknelling of vergiftiging van dieren. Daarbij is het recyclen van afval beter dan wanneer we het verbranden. Samengevat is dit een motie waarmee we weer een stap dichter bij onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen komen. Wij roepen u op ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en deze lobby actief te ondersteunen. De motie wordt ingediend namens de partijen PvdA, GroenLinks, CDA, 50PLUS, Op Koers.nu en de ChristenUnie. En het dictum luidt als volgt. De Raad verzoekt het college namens de gemeente Harderberg steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel, heer Kuipers, voor deze motie. En daarmee ook uw eerste bijdrage in deze raad. Dat mag ook nog even vermeld worden. Heel mooi. Ik breng de motie direct maar even in bespreking voor zover dat nodig is. Want ik constateer dat vrijwel bijna elke fractie deze motie heeft ondertekend. Maar niet elke fractie. Dus wellicht dat er een fractie is die daar nog op wil reageren. Mevrouw Meijerink. Ja, ik wil daar wel op reageren. We hebben de motie inderdaad niet mede ingediend. Maar we erkennen wel het probleem rondom zwerfafval. Het is natuurlijk ook een problematiek die landelijk opgepakt wordt en waar landelijk een beleid op uitgezet is. En wij willen dan ook het landelijk beleid van de VVD daarin volgen. Er zijn afspraken gemaakt met de overheid en bedrijfsleven. En de komende 3 jaar hebben ze daar een afspraak over gemaakt. En statiegeld, het lijkt natuurlijk wel een mooie oplossing, maar uiteindelijk is het maar een klein deel van het zwerfafval wat blikjes en plastic flesjes betreft. En daarom lijkt het meer een schijn
oplossing en willen we liever investeren in een oplossing die echt werkt. Misschien staat het geld ook wel een achterhaald systeem, dat is wat men nu vindt. En ze denken dat innovaties tegenhouden als je niet terugvalt op het oude systeem van statiegeld. Daarom steunen we deze motie niet. Maar daarnaast steunen we de motie ook niet omdat het betrekking heeft op de landelijke politiek. En dat wij vinden we ons als gemeenteraad bezig moeten houden met de dingen waar wij hier invloed op hebben. En die lijn willen we graag daarin vasthouden. Akkoord, dank u wel. Behoefte om te reageren? Hoeft niet, mag wel. Nou ja, ik wil wel zeggen dat ik in elk geval heel jammer vind dat de VVD niet mee wil doen. Daarentegen denk ik dat statiegeld wel werkt. Ik heb weinig grote colaflessen en kratjes bier zien rondzwerven. Ook het, in Duitsland, Noorwegen, Denemarken. Dat zijn landen waar gewoon ook uit de statistieken blijkt dat het wel werkt. Dus wat dat betreft hoop ik dat u alsnog de motie met ons wil indienen. Akkoord. Vraag van mevrouw Verschuur. Ik denk dat het goed is om te weten dat in 2021 wat het statiegeld qua blikken en flessen vermeerdert. Dat is een doelstelling vanuit Nederland. Dus ik denk juist dat het goed is om nu vanuit de gemeente een signaal af te geven, hè, van waar zijn we mee bezig. En ook naar de burger toe en naar de overheid. Dus wat ik eigenlijk mee wil geven is van dat het, ik vind het juist wel belangrijk. Ik denk, je bent preventief bezig. Je zorgt ervoor dat de inwoner bewust wordt van, nou ja goed, waar staan wij voor? Ja. Akkoord, dank voor de toevoeging. U heeft een verzoek gedaan, u mag buiten plaats nemen. U heeft een verzoek gedaan aan het college om namens gemeente steun uit te spreken voor de Staatsgeldalliantie. Dus ik denk dat het goed is om ook even in de richting van het college te kijken voordat we de motie in stemming brengen. De heer Bruinsma, als verantwoordelijk portefeuillehouder. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ons college omarmt deze motie. Het doet ons ook deugd dat iedere heel groot draagvlak is voor deze motie. Wij denken dat door het uitvoeren van deze motie toch een goede boodschap wordt afgegeven aan het kabinet. Als dit initiatief zou worden uitgevoerd, zou dat bijdragen aan een schonere leefomgeving of een schonere parel aan de vecht. Alle kleine beetjes helpen. En ook hier op het gebied, onze doelstellingen op circulaire economie zullen hier ook beter uitgevoerd kunnen worden. Dus kortom, wij omarmen deze motie en willen ook met veel genoegen deze voor u uit gaan voeren. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage en daarmee breng ik de motie in stemming. Ik zie dat er geen behoefte is om daarop te reageren. Dat hoeft wat mij betreft ook niet. Ik constateer dat voor deze motie zijn de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA, 50PLUS op koers nu. En dat tegen worden geacht stemt de fractie van de VVD voor zover hier aanwezig. Akkoord. Daarmee is deze motie aangenomen. Aldus besloten en zal het college deze tot uitvoering brengen. Dat brengt ons, gefeliciteerd meneer Kuipers, ook dit eerste succes al in deze gemeenteraad. Dat belooft nog wat. Dus misschien hebben we wel een parel, niet alleen aan de vecht, maar ook wel in deze gemeenteraad, zouden we kunnen zeggen. Mooi, geweldig. Hamerstukken. Hamerstuk nummer 10. Agendapunt nummer 10, de verordening, reïntegratie, participatiewet en dergelijke. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel, deze verordening? Dat is het geval. Akkoord, al dus aangenomen. Agendapunt 10 moet ik zeggen nu, daadwerkelijk. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij agendapunt 11. De sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 5 juni 2018. Dank voor uw besluitvorming en ik wens u nog een hele fijne avond. De vergadering is gesloten.